Oost-Oekraïne maakt zich op voor een heftige strijd. Nu Russische troepen zich verplaatsen... is het afwachten tot de gevechten in alle hevigheid zullen losbarsten. Ook zouden er voor het eerst chemische wapens zijn ingezet door Rusland. Ja, je zei net al, dat kunnen we nog niet uh, bevestigen. Wat wel duidelijk is, is dat die strijd, dat horen we al wat dagen... Uh, zich gaat verplaatsen. Wanneer dat precies is, valt daar iets over, over te zeggen? Wanneer dat losbarst? Um, nou, kijk, we zien de voorbereidingen. Die kolonne die onderweg is naar de Donbass is heel duidelijk een... een, een, een... Dat er iets wordt voorbereid. Um, er worden um, um, troepen die uit het noorden zijn weggetrokken uit Oekraïne, die worden hergroepeerd, dat is ook vastgesteld. Dat worden ze alleen maar als ze weer worden ingezet, dus die gaan waarschijnlijk ook die kant op. Waar het een beetje misschien mee te maken heeft, is dat men afwacht wanneer Mariupol valt. Uh, als Mariupol valt, dan kunnen de Russen in het zuiden ook uh, grote uh, hoeveelheden troepen vrijmaken. Later een detachement achter in Mariupol om de stad bezet te houden. Maar die kunnen dan naar het noorden optrekken, naar de Donbass. Maar je zegt wanneer Mariupol valt, is het een feit dat Mariupol gaat vallen? Dan? Ik denk dat het een kwestie van tijd is, ja. En wat voor, wat voor tijd dan? Er zijn mensen die zeggen dat, dat het waarschijnlijk nou ja, geen dagen meer gaat duren. Wat denk jij? Nou ja, ik denk dat het een kwestie van dagen is dan weken. Dat zei ik trouwens vorige week ook. En we zijn weer een week verder. en Het is nog niet gebeurd. Dus het is lastig om dat precies uh, te, te kunnen bepalen. Het hangt er vanaf hoe, men, hoe lang men het nog kan volhouden, die strijd. Ja. Uh, van het azov bataljon kun je ervan uitgaan dat die niet van zin zijn zich over te geven. Er zit ook nog een mariniersbrigade. Uh, ja, er is gisteren een bericht naar buiten gekomen dat ze toch eigenlijk wel aan het eind van hun Latijn zijn, in meerdere opzichten. Ik weet niet of het bericht helemaal uh, verifieerbaar is, maar goed, het geeft wel aan dat het niet lang meer duurt. Nee. En zodra dat voorbij is. Ja, dan zijn de Russen in staat daar troepen vrij te spelen. Maar even is misschien nog wat je te vragen, maar wanneer ja. valt zo'n stad dan? Is het dan echt letterlijk dat die, dat die militairen daar zeggen: wij geven ons over? Of wat? Dat zou wat, kunnen. Wat of de ja, Of dat ze zich allemaal hebben doodgevochten, dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat verwacht ik van het Azovbataljon. Die gaan zich niet overgeven. Die Mariniersbrigade, dat zijn reguliere militairen. Uh, ja, het zou best kunnen dat hij zich uiteindelijk overgeeft, omdat het gewoon niet meer te doen is. Ondertussen heeft Poetin dus die nieuwe, uh, nieuwe generaal uh, aangewezen. Djornikov, wie is deze man? Uh, het is een man met een uh, ja, toch wel een hele discutabele reputatie. Hij is in uh, Syrië ingezet, met name op het moment dat eigenlijk de Syrische troepen van Assad... Uh, aan het eind van hun, hun Latijn waren. Uh, die waren echt aan het verliezen. Hij um, heeft uh, op dat moment uh, met een Russisch contingent uh, 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 die Syrische troepen ook bij elkaar gehaald, onder zijn bevel genomen. En heeft de boel in feite opnieuw opgezet en opnieuw leven ingeblazen. Um, ja, en is daar heel, bij, uh, heel rigoureus uh, te werk gegaan. Ja, want hij heeft van Poetin de eerder titel gekregen, held van de Russische Federatie. Maar waarin heeft hij die, waaraan heeft hij de titel verdiend? Aan het feit dat hij in feite het momentum van die strijd heeft kunnen omkeren in het voordeel van Assad. Uh, door zo rugzieloos inderdaad uh, onder andere steden aan te vallen, zoals Aleppo, mm. heeft hij omzingeld, uitgehongerd en uiteindelijk uh, ja, eigenlijk gewoon plat gebombardeerd uh, totdat de stad zich overgaf. Dus als jij hoort, toen jij hoorde dat deze man hier aangesteld werd? Wat dacht je toen? Dacht ik, we gaan dit ook zien in, in de Donbass. Uh, en misschien hebben we het ook al gezien in de Mariupol. Uh, Dvornikov was commandant van het uh, zuidelijk district. Uh, vanuit het zuidelijk district zijn de troepen uh, ingezet in uh, Mariupol. En, uh, en die hele uh, landbrug uh, tussen Mariupol en Gerson. Hmm. Op de, uh, richting de Krim. Um, niet direct onder zijn commando, maar het kan heel goed zijn dat hij die, die baas die daar het uh, bevel heeft gevoerd heeft aangezet tot, ja, zo moet je met Mariupol omgaan. Dat zou heel goed kunnen. Okay. Ja, eh, jij noemt, jij hebt het over een discutabele reputatie. Ja. Voor Poetin en de zijnen is hij een held van, de, exact. van Rusland. Ja. En dat geeft weer aan, de oorlogsdoctrine van de ja. Russen is nu eenmaal zo, dat dit soort zaken ja. met het platgooien van Mariupol mm. simpelweg erbij hoort. Is... Zij kennen geen oorlogsrecht zoals wij dat kennen. Ze hebben het wel ondertekend, zoals wij dat hebben. Ongetwijfeld. Maar dat, veel landen hebben dat gedaan eigenlijk om bij de internationale gemeenschap aangesloten te raken uh, en de VN. Um, maar weet je, de Russische manier van oorlog voeren is een afspiegeling van hun maatschappij. Daar staan mensenrechten niet zo boven aan de agenda zoals bij ons. Nee. Uh, dus dat zie je ook in de oorlogvoering terug. Ja, toch hoorde ik ook, zei ik, een belangrijke uh, expert militaire strategie bij de BBC... dat dit een teken van zwakte is. Omdat ja. hij, het idee had, of hij het idee had dat andere, alle andere generaals gesneuveld waren... en daarom hij nu deze, uh, deze klus moest klaren. Hoe zie jij dat? N nou, laat ik zo zeggen, ja... Ik zie het als een, uh, eigenlijk een beetje loslaten van de oorlog door Poetin en de zijnen... en het meer toevertrouwen aan de generaals. Uh, uh, ik denk dat het begin en, uh, en ook de, de fouten die gemaakt zijn met de keuzes hoe we dit gaan oppakken en hoe snel het allemaal ging, dat dat lag aan Poetin en de zijne. zijn kleine clubje. Uh -huh. En die waren misschien wel aan het micromanagen. En nu wordt het meer overgelaten aan de generaals. En denk ik ook dat het professioneler gaat worden aangepakt. En dat dat dus heel slecht nieuws is voor Oekraïne? Dat is slecht nieuws voor Oekraïne, ja. maar, zeg ik erbij, hij moet het doen met dezelfde club, de gedemotiveerde soldaten als voorheen. Die al behoorlijk geleden hebben. En uh, het is maar de vraag of die door deze benoeming beter gemotiveerd zijn om zich in te zetten. Nou ja, we horen wel elke keer al in deze oorlog dat dat een ding is waar je een oorlog mee kan winnen. Dat, dat, die, dat moraal van, van dat leven. Het is zo belangrijk dat Napoleon het hm. zegt. Zeg maar, ja, die omschreef gevechtskracht bestaat uit een fysieke component. Hè. Dat is de fitheid van de mensen, de getraindheid, de organisatie. Maar ook een mentale component. En volgens Napoleon was dat 60% van de gevechtskracht. Nou, uh, daar mag je over twisten, maar het geeft wel aan dat een heel belangrijk deel van die gevechtskracht inderdaad tussen je oren zit. Ja, en hoe zijn de Russische militairen er aan toe? Niet goed wat dat betreft, nee. nee. Dus, die... dus daar moeten we dan nog, daar moeten we op hopen dat. Ja, dat klopt. En juist aan de Oekraïense kant zie je dat die gevechtskracht enorm is, die verbeterheid, die gemotiveerdheid om de Russen van hun grondgebied te, te verdrijven is enorm.